wetenschap is voor mij vooral een manier van in het leven staan. Een soort fundamentele nieuwsgierigheid die wetenschappers ook wel delen met andere mensen, met kunstenaars, met mensen die meer willen weten en vooral ook een besef dat we eigenlijk nog maar heel weinig weten en dat we veel vragen hebben en dan met die vragen aan de slag gaan om tot nieuwe ontdekkingen te komen. Ik ben geoarcheoloog, dus dat wil zeggen dat ik geen archeoloog ben die zich bezighoudt met de artefacten of de objecten die op een archeologische site worden gevonden, maar ik hou mij bezig met de bodems en de sedimenten waarin die artefacten zich bevinden. En nog specifieker ben ik micromorfoloog, bodemmicromorfoloog, en dat wil zeggen dat ik eigenlijk onder de microscoop ga kijken naar die bodemlaagjes waarin archeologische artefacten zijn teruggevonden. En op die manier kan ik dan veel meer gaan vertellen over de omgeving, over de activiteiten die mensen hebben uitgevoerd, over allerlei onzichtbare processen die de archeologen niet kunnen zien met het blote oog. Meestal gaan archeologen of andere onderzoekers mij vragen om naar de site te komen. En op de site ga ik dan kijken hoe het vlak eruit ziet, hoe het profiel eruit ziet. Dus het profiel is waar die stratigrafie zich bevindt. Dan ga ik dat profiel nog eens schoonmaken met een trueel, om daarna een beschrijving te maken en te kijken waar ik best mijn stijlen kan nemen. En die stijlen die worden dan genomen door echt blokken sediment of bodem uit een profiel te snijden. En die worden dan in een doosje bewaard en gedroogd. En die blokken die gaan dan naar het labo. Die worden geïmpregneerd met een soort van hars. En dan worden die fijn gesneden om onder de microscoop te kunnen bekijken. En dan als we die slijplaatjes bekeken hebben, dan kunnen we eigenlijk veel meer gaan vertellen over de natuurlijke processen die hebben plaatsgevonden, maar ook de menselijke activiteiten. Bijvoorbeeld zitten we in een huis, zaten we buiten, hebben we te maken met een markt, met een stal van dieren bijvoorbeeld. Was het een natte omgeving, een droge omgeving? En we kunnen dan ook de evolutie doorheen de tijd gaan bepalen van een bepaalde plaats. Mijn eigen onderzoek gaat vooral over vroeg-middeleeuwse steden in de Lage Landen en over vikingsteden in Scandinavië. Dus de periode van ongeveer 600 tot 1000.